Ondernemers vinden het vaak super lastig om zichzelf uniek te maken. Ze voelen zich wel uniek, maar ze weten niet hoe ze dat moeten vertellen aan klanten. En ze weten daardoor ook niet wat ze op hun website moeten zetten. In een comedycafé in Londen zag ik jaren geleden een optreden van een spastische stand-up comedian. Hij kon niet rechtop blijven staan op het podium, hij viel een paar keer van zijn stoel, hij kwijlde. En hij was slecht verstaanbaar. Heel ongemakkelijk. Vooral omdat je in het begin niet weet of het onderdeel is van de act. Maar het ging een kwartier zo door. Gelukkig hebben we uiteindelijk toch schaamteloos kunnen lachen doordat hij snoeiharde grappen over zijn eigen handicap maakte. Netflix heeft ook een line-up live gezet van comedians met een randje. De serie The Degenerates is voor volwassen kijkers. En de optreders zoeken in dit geval de grove en obscene kant van comedy op. Joey Diaz is een van hen. Hij is 55 years old, but 92 in cocaine years. En hij is de eerste comic die ik heb zien optreden die een verleden heeft als crimineel. Hij vertelt op een podium in Las Vegas van het etablissement Oscars, met als uithangbord beef, booze, broads. Zeer politiek incorrecte grappen, onder andere over zijn ontvoeringen en drugsdeals. Een andere comedian waar ik hardop om moest glimlachen, heeft een Netflix-show met de titel Pardon my Icelandic. Het is een IJslander die jaren in Engeland heeft gewoond. Zijn show is Engelstalig en hij neemt alle Scandinavische landen op de hak, maar vooral IJsland. Come to Reykjavik, the city that never sleeps, except on weekdays. Iedere comedian weet, als je een zwak punt hebt, een handicap of een deukje, dan pak je die kant van jezelf en je maakt er zoveel grappen over dat je de zaal plat krijgt. Dat is niet alleen grappig, maar je hebt ook meteen een uniek profiel. Dus hoera als je oud, dik, ongewenst single, ongelukkig getrouwd of straatarm bent. Het is een goudmijn voor een comedy-carrière. Ondernemers vinden dat vaak super lastig, zichzelf uniek maken. Ze voelen zich wel uniek, maar ze weten niet hoe ze dat moeten vertellen aan klanten. Ondernemers weten daardoor ook niet wat ze op hun website moeten zetten, terwijl het niet zo moeilijk is. En je hoeft er niet eens grappen voor te maken over je achterbuurt of over je mislukte Tinder dates. Omdat ik al tien jaar ondernemers help om hun website overtuigender te maken, geef ik daar volgende week een, se een online seminar over. Daarin ga ik je 8 idioot simpele manieren uitleggen om van je bezoekers klanten te maken. Zodat je website uniek wordt en met kop en schotel boven de eenheidsworst uitsteekt van al je concurrenten. Je kijkt gewoon op je laptop naar mijn seminar en er zijn twee tijdstippen beschikbaar, dus je kunt altijd wel een keer. Kost niks. De link om je plaats te reserveren is www.seminars.gratis. Goed weekend!